Nee, voor mij? Anders krijg je een prijs natuurlijk. Die heb je al, hè? Ja. Ja, hij zit hier. Oh. Oh, overtreding, overtreding! Kom maar eens, shit. Zo willen jullie schreeuwen. Zo, je hebt poepje gelaten, hè? Eerste kansjes. En dan moet je het ook afmaken ook natuurlijk. Kansen die moeten er gewoon in. Wat een sfeertje jongens, het is wel lekker hoor. Alsof ik in de Euroborg speel. Sabaleta. Marco Verratti. Hij moest er ook wel een keer in, jongens. Derde kans al. Die Antonia is wel een pestkop, of niet? Nee, wel gewend van hem. Man. Hij zit wel gewend. Oeh, voor vertreding. Zlatan! Bakker, je mag hier ook tackelen. Ze hebben het allemaal over jouw tackle-kwaliteit, hè? Doe je dat nooit in het veld, zo is dat het. Juist wel. Oh, juist wel. David Luiz! Oh, bijna! Hij zet nog commentaar, dat zul je maar. Is zo. Oeh, buitenspel! Buitenspel voor Ibra. Shit jongens, al twee afgekeurde goals. Goeie aanval. Dat is een goeie aanval. Oh, fucking hell, man.
2-0. Jantje, bro. Jantje is leeg. Jantje is leeg. Hey, Jan er al of niet? Ze maken het je ook weer niet echt makkelijk hier, moet ik zeggen. Ze maken het je echt niet makkelijk. Het lijkt alsof ik een thuiswedstrijd speel, jongens. Ik pak een Citro één keer vandaag. Daar heb je tenminste op doel geschoten. Schiet op afstand. Hé, jongens. Je moet hem een beetje supporten, hè, jongens. Ja. Oké, jij moet een beetje rustig aan doen. Jawel, wordt gecaptured, zeg maar. Daar is die laptop voor. Hij heeft wel positie te spelen in die 16. Hij zegt schiet. Die Antonio Antonia, jongen. Is hij de clown van de groep? Of, Hij heeft geen schot op doel. Bak ben je dan? Goeie tackle. Waar is die jongens, die tackle? Ja. Oh. Wat goed, ik ga wel met de S spelen. Sta je knoppen goed? Nee, ja, ik weet niet. Ik had er echt van de zon gedaan. Oh. Wacht, laat me kijken. Hey, dat was je schot. Ja, laat me kijken. Kom maar, je hebt geschot. Wat moet je? Nee, nou, ik had verkeerd toch staan. Deze man staat niet meer doen, hij gaat stief. Twee seconden. Kijk toch. Hey Johninho, ga je nog dingen anders doen? In de tweede helft? Heel wat. Wacht, dus ja. Voor mij zijn die knoppen weer niet goed. Ja, die knoppen zijn weer niet goed. Staan ze weer niet goed? Nee. Moet je knoppen veranderen? Hoe kan dat? Even kijken. Instellingen. Schiet een vierkantje. Oh, die moet je. Oké. Okay. Beweeg je met pijltjes toetsen? Dat zie ik bijna nooit iemand doen. Maar. Oké, lijkt. Ik heb wel lekkere swing. Ja. Ah, oké, dat is goed hoor. Succes man. Ja, die bakgroen heeft het wel achter me staan. Slechte voorzet, zeg. Zoeken naar Ibra, maar... Het is hard drukken. Wat zei je? Misschien is het hard drukken. Ja, ja. Kijk, verzorg de opbouw gewoon. Dat is wat de prijs. Je gaat geen bal naar voren pompen, maar gewoon van achteruit voetballen. Respect. Bakko, lijkt je niet gek, maar ik vind je gewoon die bal. Huh? Gewoon je eigen spel spelen. Ah, lekker. Hé, Hans, ik hoorde dat jij heel goed was. Ja?
Beter dan Juninho? Oh, ik kreeg te horen dat hij de beste was. Ja, van hemzelf. Ik weet niet eens van wie. Ik wou net zeggen. Scheids. Oh, hij pakt gewoon de keeper. Ja, dat was 3-0. Jantje. En nu? Wat doen we bij Jantje? Nee, zeg het maar. Is dat 3-0 is afgelopen? Wat zeg je? 3-0 is afgelopen. 3-0 is afgelopen? Ja. Eerlijk gezegd. 3-0 is afgelopen. Eén ding jongens. Dit is wel heel moeilijk hoor. Ja, Chino. Eigenlijk vind ik dat jij nu de volgende bent, hè? Oké. Juninho, net voor respect. Ik vind het knap. Hele selectie maakt je gek hier. Goed gespeeld, echt. Je had gewoon een hele grote kans, Stiff. Je wordt helemaal gek hier. Ja, dankjewel voor spelen. Is goed. Ik hoop op je schoenen. Dat zou ik ook vet vinden. Ja, als ik je schoenen mag. Klopt. En ja, jongens, vond je deze video leuk? Steun Juninho met een like hier onder deze video. En abonneer natuurlijk op Koning FIFA. En dan zie ik je de volgende keer weer. Dankjewel voor het kijken. Adios.